Elektrische auto's zijn het onderwerp van de mobiliteitsweek die gaande is in Nijmegen. Daarom organiseerde de ANWB op vrijdag een evenement waar mensen allerlei zero-emission voertuigen konden proefrijden. Vanaf 10 uur in de ochtend was er een divers aanbod aan auto's om te testen. Ook waren er medewerkers van de Wegenwacht om vragen te beantwoorden over het opladen en de actieradius. Verder stond er een elektrische vrachtwagen op het plein voor het Valkhof Museum. Deze is gebouwd door een Nijmeegs logistiekbedrijf. De truck moet dé uitkomst zijn om binnenstad logistiek duurzamer te maken. Er was ook een variant die rijdt op LNG. Dat is een vorm van biogas.